Je kan hier mooi naar beneden toe. Je kan je waarschijnlijk je boot gaan laten aanleggen. Als je er ook eentje hebt natuurlijk in Mytopia. Laten wij nou net extreem goede boots hebben om hier het water in te duiken. Plons, hoppatee. En we gaan eens even lekker duikboot spelen. Ik moet zeggen, het ziet er best vet uit dit. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mytopia. Mocht je er vandaag weer zin in hebben, ondanks dat het buiten zo'n 60.000 graden is, je kan natuurlijk altijd nog eventjes een like op deze video aanklikken. Bij voorbaat dank als je mij wilt supporten in deze moeilijke tijd dat het warm is, dat ik in 60.000 graden toch een video voor jullie wil maken. Bij voorbaat dank, zoals je wellicht ziet, in Mytopia is dit moment bijna 38.000 graden. Duffy, er staat gewoon letterlijk 38 graden. Het gaat om het idee. Het is in ieder geval fucking heet. En wij zijn gewoon lekker in Mytopia. Want er is hier ontiegelijk veel gebeurd. Terwijl hier pijlen aan het glitchen zijn. Fucking nice. Maakt helemaal niet uit. Er is in ieder geval heel veel veranderd natuurlijk in Mytopia. Voor de meeste mensen weten natuurlijk wel dat Mytopia inmiddels wat makkelijker gangbaar is. Moet ik eigenlijk denk ik zeggen. Dat hier dus ook dat je wat makkelijker tegenwoordig in Mytopia kan komen. Hoewel ik vind dat je het makkelijker kan. Volgens mij is nu level 5 dat je al in Mytopia kan komen. Dat betekent dat zowel Mytopia als Sunnyvale echt een welvaart is geworden. Het is niet normaal wat hier allemaal is gebeurd en gebouwd. Ik bedoel, kijk alleen naar dit. Like, what the fuck. Laat ik zo zeggen, mensen. Dit is geen prijsvraag. Je kan er niks mee winnen. Maar dit ding hiervoor, weet je wel. Ik moest heel eventjes nadenken van, goh, wat stond hier nou ook alweer? Ik ga het over 3 seconden zeggen. Wil je het nog even over nadenken? Mute dan. Maar hier stond natuurlijk gewoon het zwaanmeertje. De samenkomstplek. Het eetplekje als het ware. Gewoon het, van de stad zeg maar. Ik weet niet wat voor naam het überhaupt had. Maar hier heb ik natuurlijk nog binnen geweest met Wouter toen. Destijds voor de cocaïne. Die wij natuurlijk toen hadden. Maar dat is inmiddels allemaal veranderd. Dus als je kan zien. Het is nu een fucking enorme busstop geworden. Waarmee je natuurlijk kan travelen naar andere steden. Maar het is wel enorm veranderd. Dit is echt heel erg anders geworden dan hoe het was. En of course, het ziet er wel veel vetter uit natuurlijk. Daar hebben we tegenwoordig een pillenshop, I guess. What the fuck? Dat is ook voor die dingen dat ik denk van, what the fuck? Heb je hier een pillenshop? Moet ik dan hier naar binnen? Ik denk het wel. Ik denk dat dit inderdaad de pillenshop is. Alleen ik zie geen signs. En dat heeft dan weer mee te maken dat ik op de verkeerde Minecraft zit. Of ik zie wel signs, maar niks erop staan. Ik speel namelijk nu op 1.9. En Mytopia runt het best op 1.9.4 uit mijn hoofd. Of 1.9.5 inmiddels. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, aan de andere kant weet je hoe de freaking hell cares. Auto's daarentegen komt waarschijnlijk door Optifine. Werd mij een keer verteld dat ik daarom geen auto's zie. Maar goed, auto's zijn niet heel erg boeiend. Over dit soort dingen wil ik het hebben, mensen. Moet je zien. Like, really? Even kijken, ik moet me even oriënteren, want de helikopter staat daar, dat is het bouwbedrijf, dat is Blue Street, daar staat de bank. Hier is inderdaad dat ene gebouwtje. Hier is een extra plots bij, nee, niet bijgekomen. Daar stond, wacht eens even, hier stond het tuincentrum aan, right? Ze hebben mijn bedrijf gesloopt. Dit was het tuincentrum, dat stond hier. Ja, dit waren plots van het tuincentrum, holy shit. Dit is echt een huge motherfucking plot geworden. Het ziet er echt allemaal zo ontiegelijk anders uit. Het lijkt wel gewoon een compleet nieuwe stad die gewoon nieuw er is bijgekomen. Dat je hier gewoon extra bij kan gaan wonen, zeg maar. Het is zo, man, ook echt zo ontiegelijk veranderd hier. Dat ik echt op sommige momenten zit te kijken van, wat de freaking hell is gaande. Dit was het Faco-plot. Hier stond echt de Faco-boom altijd. Het is inmiddels nu een soort van parkje geworden, wat nu bijna elke stad wel heeft. Je hebt zo'n parkje met een boom in het midden. Een beetje copycat gedrag naar elkaar toe. Papa. Nee, maar dat staat hier dus nu ook. Hier stond eerder altijd een boom met water en weet ik wat allemaal. Dit is voor me allemaal verder niet zo erg veranderd. Maar een tijdje terug waren we natuurlijk ook nog hier bij het water in de buurt. Toen was natuurlijk dat water helemaal weggepompt. Toen was daar natuurlijk een boot. Kijk, die zie je daar al. Als het goed is moet dat nu ook zo'n beetje wel af zijn. Terwijl we hier ook langs dingen lopen. Dit ding is ook nieuw, of niet? Dit is ook wel dat je zegt van, moet dat zo groot? Holy freaking shit. What the fuck? Is dit een huis? Is dit een fucking huis? Okay, de tuin is wel echt matig, maar holy shit. What the fuck? Zo zie je maar weer mensen, ik kom ook dingen tegen van ik denk van, what the fuck is going on? Kijk aan, hier is inderdaad nu de haven. Dylan's Club is hier altijd nog, dat is altijd gewoon, dit is ook van Dylan trouwens zijn shop. Maar zoals je hier kan zien, dit is inderdaad nu helemaal veranderd. En ik moet zeggen, met deze shaders pack aan en alles, hoe dat water zo stroomt, ik vind het wel heel erg vet. Je kan hier mooi naar beneden toe, je kan je waarschijnlijk je boot gaan laten aanleggen. Als je er ook eentje hebt natuurlijk in Mytopia, laten wij nou net extreem goede boots hebben om hier het water in te duiken. Plons, hoppatee. En we gaan eens even lekker duikboot spelen. Ik moet zeggen, het ziet er best vet uit dit.
Dit ziet er heel erg vet uit. Oh, die gaat ook wel lekker zo. En even een dolwijntje, hoppa, en weer onder. Maar dit ziet er wel... Dit is inderdaad wel dat je denkt van holy moly, dit is wel echt heel erg veranderd. Ik vind wel dat ze die kade langer moeten maken, zeg maar. Terwijl ik echt hier heel erg derpy in het water zit. Ik vind wel dat ze die kade hier eigenlijk langer moeten maken. Dat je dus ja, die rand zeg maar, helemaal rondom hebt. Dan heeft hij toch wat meer een afscheiding ervan. Maar dat ben ik. Ik ben hier niet de burgemeester. Ik ben maar de centrale bank. Ik heb er niks over te zeggen. Maar ik moet wel zeggen, het is wel echt een stuk beter geworden hier. Hoe het er nu natuurlijk aan toe ziet dan hoe het er uitzag. Dus dit is echt wel behoorlijk positief. Nou, ik wou dit ook zeker even gaan bekijken, dat ik dit nog niet eens had gezien. Mensen denken van, haha, durf jij ook elke dag rond hier in Mindtopia? Nou, nee. Dat is ook weer niet zo. Dus ik kom ook dingen tegen. Oh jee. Kan ik er nou nog uit? Ik kan er nog uit. Oké, ik kom ook dingen tegen, want ik denk van, what the freaking hell is going on? Je hebt natuurlijk Marnix zijn studiootje nog. Die staat er eigenlijk ook al jaren waar niks meer wordt, gedaan. Dit stond er ook al een keer gezien. Dit stond er ook allemaal al. Maar toch, dit. Dit is... Dit stond er van ook al. Ja, door die gekke deur die erop geplakt is. Kappa. dit is wel echt een eyecatcher geworden. Hier stond hier niet een heel groot huis met een villa? Of in ieder geval een heel groot huis met een villa. Nee, een heel groot huis met een zwembad. Daar stond hier echt een heel groot huis met een zwembad. En als je dat zo snel weet op te kopen en die anders op te neerbouwen, dan hechten die kerel of de man of de vrouw ook geen echte waarde aan een huis. Of is dit één huis? De boel is open. Hallo. Hallo. Ik weet niet of ik hier naar binnen mag hoor, maar ik loop gewoon hier naar binnen toe. Kan ik hier door? Ja, ik kan gewoon door. Ja, nogmaals, ik weet niet of ik hier naar binnen mag of niet. Maar ik bedoel, de deur is open, iemand anders is ook hier binnen. Dan neem ik eraan dat ik hier gewoon naar binnen mag. Alles is jammer genoeg denk ik hier wel dicht. Dat betekent, we kunnen niet een kamer in. Maar goed, we kunnen wel een beetje spieken. Ik denk dat dit inderdaad luxe appartementen zijn in Mindtopia. Dat is best wel ziek, want dat is wel iets wat eigenlijk wel mist in Mindtopia. Of course, je had natuurlijk het Davidson gebouw, het F5 gebouw, die staat natuurlijk helemaal daar ook. Maar echt een ander gebouw, of als je niet per se in de F5 zou willen wonen, die was er nog niet. En dat is nu wel, dus dat is ook wel nice. Elke deur is dicht, ik weet ook niet, ja, want ja, wat ik al zei, ik heb de signs staan, doen het bij mij niet. Ik weet niet of hier nog een plekje überhaupt vrij is. Maar dit is best wel iets waarvan ik denk van nou, ik wil best die bovenste verdieping wil ik best in mijn bezit hebben. Dus ik ga hier denk ik straks even inloggen met 1.9.5, 1.9.4. Kijken of de signs er wel zijn. Kijken wat het is of ik het kan kopen. En dan ga ik zo'n verdieping nemen. Want dat is gewoon fucking insane. Verder het gemeentehuis ziet er nog behoorlijk hetzelfde uit. Ja. Oké, dan rennen wij nog eventjes deze kant op. Want even kijken hoor. Dit was natuurlijk, hier zat het tuincentra. Oké. De bank blijft sowieso daar staan. Dat oude bankgebouw. Die gaat 100% niet weg. Nieuwe bank staat daar. Oké. Is er misschien iets bij mijn villa gebeurd? You never know. Ik bedoel, er gebeuren zoveel dingen. Een revederhuis. Is nog steeds trouwens die gouden tafel? Ja, yep. Die is nog steeds aanwezig. God dang it. Die gouden tafel die probeer ik al zo lang te bemachtigen. Maar ja, Revé die is natuurlijk niet meer aanwezig. Dus ik weet ook niet wanneer die tafel eens een keertje vrijkomt. Dat die zeg maar... Ja, in de verkoop gaat. Misschien moet ik er een keer met David over gaan praten. Dat ik die tafel in mijn bezit kan krijgen. Is hier verder nog iets veranderd? Nee, dit is allemaal gewoon in bezit natuurlijk van Shamal verder. Het is echt allemaal Blue Street, Blue Street, Blue Street. Wat is dit? Er zit geen deur in. Die kan hier naar binnen en verder niks. Zou wel waarschijnlijk wel weer iets van een uitzendbureau zijn van Shamal. Die echt ontiegelijk veel in bezit heeft. Dit zou best een nieuw huisje kunnen zijn. Dit zou ook best wel een nieuw huisje kunnen zijn. Dit is sowieso nieuw. Dit is 100% nieuw. Aangezien dit, hier stond de fabriek natuurlijk van Remco. Dit waren twee lege plots. Er staan nu ook huizen. En dit zie je dus qua welvaart. Dit zie je dus qua welvaart wat er hier dus gebeurt in Mindtopia. Dat hier nu meerdere mensen kunnen komen. Het gaat hard. Lege plots die altijd leeg stonden, worden echt in één keer volgebouwd. En er komen best gekke dingen op te staan. Zoals, is dit een huis van iemand? Like, really bro? Is dit één huis? Holy shit. Dit is enorm. Dit is huge. In de breedte dan. Niet in de lengte. Maar het is in ieder geval huge. We hebben hier ook een... Heel... Is dit mijn dinobot? Is dit mijn dinobot? Nee, dit kan niet. Lag dit misschien onder mijn dinobot? Heb ik niet goed uitgegraven? Ben ik gescampt? Ik weet niet. Er ligt in ieder geval echt een huge as motherfucking dinobot. Die heb ik zelf nog nooit eerder gezien. Dat zou betekenen waarschijnlijk inderdaad wat ik zeg. Dat ik dan niet alle dinobotten heb gevonden daar. Dat zou ook wel heel erg hard falen, zeg. Als ik gewoon... Oké. Dan heb ik mezelf een soort van opgelicht tegenover Vee. Maar ja, dat is gewoon pretty fucked up. Dan zijn we natuurlijk aangekomen bij mijn villa. Ja, blijf het zeggen. Dit is de... Ik
Kijk hoe die zon daar boven die boom komt, mensen. Dan zie je zo die villa. Mooiste villa van heel Mindtopia staat hier. Gewoon kabam. Ik moet toch zeggen, dit blijft toch wel de mooiste villa. Ik weet, in de stad worden hier veel dingen, nieuwe dingen gebouwd. Moet je zien trouwens, joh. Wat een huge ding. Ik ben ook nooit zo diep geweest in dat plot om dat ding te vinden. Het is ook een enorm groot gebouw. Er wordt hier ontierlijk veel gebouwd. Maar niks natuurlijk uiteindelijk op tegen mijn mooie villa hier. Ik moet nog even met jullie over één ding hebben. Dat is namelijk de vraag, Duffy, wanneer komt weer belasting teruggaven? Ik heb werkelijk waar geen idee wanneer dat komt. Het is, of course, ik heb wel gezegd van, we willen het ongeveer gaan aanhouden deze en deze tijden. Maar dat wil niet zeggen dat, dat het ook exact op die tijden wordt aangehaald. Er gaan natuurlijk best wel veel dingen vooraf, wat dan ook allemaal. En ja, sowieso erom vragen heeft natuurlijk sowieso geen zin. Want het is niet omdat een aantal mensen vragen dat ik dan één keer denk van, oh ja, ik ga nu even de belastingaangifte doen. Dat is natuurlijk best wel een taakje om dat zeg maar te doen. Dus voor de mensen die zich afvragen, Duffy, wanneer komt weer belasting teruggaven? Ik kan je daar geen antwoord op geven. Het spijt me enorm voor de mensen die hadden van, ha, nu krijgen we er antwoord op. Nee, maar dat is, als het gebeurt, hoor je dat natuurlijk meteen in een video. Dus mensen, on-freaking span. En alles komt verder helemaal goed. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mytopia. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. En ik hoop jullie allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.